Dames en heren, een goede middag. Woensdag 4 april 1990 zal in de Belgische vaderlandse geschiedenis worden ingeschreven als de dag dat de koning niet regeerde. Hij zei tegen mij, zelfs als de paus mij dat hier komt zeggen, ik teken niet. Vannacht heeft het staatshoofd de regering immers laten weten dat hij uit gewetensnood de wet over abortus niet met de koninklijke handtekening zou bekrachtigen. Als je een rechtstreekse lijn hebt met God, daar kan zelfs de paus niet tussenkomen, hè? Leopold's car struck this curve, killing Queen Astrid beside the Lake of Lucerne near Küsnacht. Ik zweer de grondwet na te leven. Het uiteindelijk doel is de Congolese bevolkingen te leiden naar de onafhankelijkheid. Ons land leeft sinds ongeveer middernacht in een uitzonderlijke constitutionele toestand. Ons land heeft vandaag zijn vorst verloren. Op 17 juli 1951 legt de 20-jarige Boudewijn de eed af als koning. Hij is de vijfde koning der Belgen. Ik zweer de grondwet en de wetten van het Belgische volk na te leven. Il avait une trouille de mort de devenir roi. Ce n'est même plus une peur, c'était une trouille. Als je verstaat wat ik wil doen. Hij heeft, dat heeft hij mijzelf een keer gezegd, niet waar, meneer Senelle, het is hard tegen wil en dank de plaats van uw vader te moeten innemen. Dat zegt alles. Il le fait. Il le fait parce que c'est... C'est pour ça qu'il est sur terre et c'est sa mission. Hij is dus verschrikkelijk jong als die koning wordt, hè? Veel jonger dan een twintiger vandaag zou zijn. De koninklijke kroon drukt zwaar op het hoofd van de jonge Boudewijn. Zijn vader Leopold III en zijn stiefmoeder Lilian souffleren hem vanuit de coulissen. Ze wonen ook nog bij hem op het kasteel van Laeken. In het najaar van 1959 komt Joseph Sunes op het paleis. Sunes is hulpbisschop van het aartsbisdom Mechelen en vicerector aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Hij heeft als spirituele leider meteen een grote impact op Boudewijn. Op dat moment is Boudewijn ziek, maar die zal Sunes vragen om terug te komen. En dan gaan ze samen wandelen in het park, wat op zich al een bewijs van vertrouwen is. En dan ontspint zich daar een gesprek dat we niet kennen. Maar Sunes schrijft hem achteraf een brief en daar staat dan in die brief van ik besef nu in welke eenzaamheid u moet leven. En uw functie brengt een enorme eenzaamheid met u mee, maar dat geeft u juist de kans om de genade van God te ontvangen. Koning Boudewijn voelde zich bijzonder eenzaam, daar gans alleen, in dat koninklijk paleis. En ik denk dat die man inderdaad ook behoefte had aan iemand die hij echt kon vertrouwen. Het was een vaderfiguur, Sunes, voor hem. Dat is heel, heel zeker. Boudewijn neemt heel gauw Sunes in vertrouwen. Sunes wordt zijn eerste raadgever in plaats van Leopold III en diens entourage. Jacques Pirenne, de secretaris van Leopold, ziet het met ledenogen aan. Het is trouwens Pirenne die zal zeggen, onze invloed neemt af. Die van Sunes neemt toe. Sunes was bijzonder intelligent, hè? En leed toch wel aan wat ze hermelijnkoorts noemen, hè? Zal zich ook wel geflatteerd gevoeld hebben dat hij door de koning geraadpleegd werd. Ja, de beide waren zeer religieus. De beide zochten in hun persoonlijk leven vanzelfsprekend naar de beleving daarvan en hebben elkaar zeker gevonden. Die wederzijdse gevoelens van respect of opkijken naar elkaar hebben gemaakt dat die ja, een jarenlange sterke band hebben gehad en die altijd maar sterker en sterker werd. Met 29 is Boudewijn nog altijd vrijgezel. De regering en de bevolking vinden het tijd dat hij aan trouwen denkt. Boudewijn zoekt steun bij Sunes. De meeste mensen in België verlangden dat de koning zou trouwen. En blijkbaar was hij... Ja, wat niet genoeg.
Wie weet dat? Kon hij niet? Durfde hij niet? Was er geen gelegenheid? Wie zal zeggen? In een vertrouwelijk gesprek op het paleis legt Boudewijn zijn huwelijksprobleem aan Sunus voor. En in dat gesprek komt het woord Lourdes. Sunus zegt dat hij niet meer weet hoe hij daarop komt. En de koning antwoordt, ah, maar ik ben net in Lourdes geweest. Ik ben daar incognito geweest en ik heb 's nachts bij de grot gebeden opdat Maria het probleem van mijn huwelijk zou oplossen. Dat is wat de koning zegt. En daarop zegt Sunus dan, maar ik ken iemand die dat probleem kan oplossen. En dat is dan Veronica O'Brien. Veronica O'Brien en Sunus kennen elkaar al langer, sinds 1948. Ze hebben elkaar gevonden in het Franse bedevaartsoord Lourdes. Veronica O'Brien is een Ierse dame die van zichzelf zegde dat zij religieus was. Ondertussen weet ik dat zij heel precies 3 weken in een klooster heeft verbleven of gezeten, ik weet het niet. Maar in dat klooster zeggen ze dat ze beter haar talenten elders kan gebruiken. Ze zag visioenen, hè? Ik hoorde stemmen en ik denk dat ze een beetje te dweperig was naar de mening van zelfs Ierse katholieke nonnen. Vanuit Ierland vertrekt O'Brien naar Frankrijk, waar ze een van de belangrijkste propagandisten wordt van het Maria Legioen, een lekenorganisatie. Vanaf het begin is het duidelijk dat de kardinaal een enorme bewondering, fascinatie had voor die vrouw en voor de boodschap die zij met heel veel kracht wilde brengen. Zij is eerst en vooral de persoon geweest die het Maria Legioen van een heel plaatselijk mariaal initiatief een wereld, ik zal niet zeggen beweging, maar toch een wereldgroep mensen samenbrengt in de devotie tot Onze Lieve Vrouw. Dat Maria Legioen is eigenlijk een beweging die de wereld wil heroveren voor God, hè? Via Maria. Daar was geen duivel te sterk, geen vijand te groot. Want zij moest haar doel bereiken. En dat heeft ze stevast gedaan. Kardinaal Sunus wil de katholieke kerk moderniseren, de blik verruimen en openstaan voor een andere geloofsbeleving. In Veronica O'Brien ziet Sunus een bondgenoot voor zijn strijd. Ik weet toen ik zijn secretaris werd dat hij mij gezegd heeft, hè, ja, als Veronica O'Brien iets zegt, dan moet je dat doen. Ik zou durven zeggen dat zij eerder de Heilige Geest van Sunus was. Wat zij zegde, daarvoor stond hij open. Ook Boudewijn en Sunus vormen een hecht duo. Sunus had wel geheimen voor hem, maar hij had geen geheimen voor Sunus. Boudewijn geeft Sunus en O'Brien zijn fiat om een vrouw voor hem te zoeken. In 1960 gaat O'Brien om een welbepaalde reden naar Spanje. Omdat Spanje zeer katholiek is natuurlijk, hè. Ze moet katholiek zijn. En dat is weer zoiets wat moeilijk is met de geschiedenis. Op dat moment is Franco aan de macht. Maar vergeet niet, Franco is op dat moment een hele goeie, hè, binnen de katholieke wereld. Dat is de man die de communisten heeft verslagen. Hè. En hij had ook niet zoveel keuze niet meer. Hè. Er waren niet zoveel vorstenhuizen niet meer. Hè. Na de Eerste en Tweede Wereldoorlog was er nogal veel werkloosheid onder de koningen gekomen. Hè. O'Brien vindt een geschikte kandidate, Donna Fabiola de Mora y Aragon, een devote vrouw van Spaanse adel. Bij hun eerste ontmoeting zinspeelt O'Brien op bovennatuurlijke krachten. Die komt zeggen, ik heb een visioen van God. En Fabiola heeft dus gezegd, je bent gek en is weggegaan. En het is aan de nuncius die haar heeft kunnen overtuigen dat dit geen, misschien wel een krankzinnige vrouw was, maar geen krankzinnig plan. En natuurlijk nog iets waarom Fabiola wel eens kan getwijfeld hebben. De strapatsen van Leopold III werden hier wel niet in de pers opgenomen, maar die zaten bijvoorbeeld wel in de buitenlandse pers. Dus ze kende een beetje de verhalen
over de familie waarin ze ging terechtkomen. Ze kende waarschijnlijk ook de roddel die er op dat moment de ronde deed over de verhouding tussen Boudewijn en Lilian. Het is niet meteen de familie die je zelf zou kiezen om in te trouwen. Hè? Fabiola zwicht na aandringen van de nuncius. Er komt een ontmoeting. Dan heeft ze toegestemd om Boudewijn te ontmoeten bij O'Brien thuis. In de Zwitserlandstraat in Brussel vindt de ontmoeting tussen Fabiola en Boudewijn plaats. Maar Fabiola is erg op haar hoede. Volgens alle getuigen ook was Boudewijn veel vromer en devoter dan Fabiola ooit is geweest. Als er van de twee een kwezel was, dan was het Boudewijn en niet Fabiola. De tweede ontmoeting komt er in juli 1960, niet toevallig in Lourdes. En dat is op zich heel bizar. Hè? Die zitten samen in de auto een rozenkrans te bidden en zo. En dan spreken ze af dat op 21 juli zal de verloving bekendgemaakt worden, maar Congo komt daartussen. En dan dankt hij God dat hij eigenlijk op de proef wordt gesteld, ondanks zijn grote liefde voor Fabiola. Hè? In Congo loopt het na de onafhankelijkheid en de harde toespraak van Lumumba snel uit de hand. Katanga scheurt zich af, de ex-kolonie staat binnen de kortste keren in brand. En in België dreigt een grote politieke crisis. Maar de koning beleeft in het grootste geheim mooie privémomenten. Hij verlooft zich met Fabiola. Natuurlijk onder de hoede van onze lieve vrouw misschien, maar zeker van Veronica O'Brien. Na twee ontmoetingen, kort in Brussel, langer in Lourdes, maakt premier Gaston Eyskens op de nationale feestdag het nieuws van de verloving bekend. Ik denk dat wij elkaar reeds bij onze eerste ontmoeting hebben begrepen en lief gekregen. De koning en de toekomstige koningin zijn zielsverwanten. Een beetje die personaliteiten kennende is het voor mij duidelijk dat dat bij de aanvang zeker een huwelijk is dat gegrondvest was op religieuze geloofsredenen. Op 15 december 1960 is het zover. Het jonge koninklijke stel trouwt in aanwezigheid van Jozef Sunus. Het land is in de wolken als de ringen worden ingezegend en het sacrament van het huwelijk wordt voltrokken. Reçois cet anneau béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Fabiola maakt een gelukkige indruk. Ze is 2 jaar ouder dan Boudewijn en ze had er al rekening mee gehouden alleen door het leven te zullen gaan. In de jaren 50 en ook 60 nog was het gebruikelijk dat zowel een jongen als een meisje, maar zeker een meisje voor ze trouwde, een huwelijkscursus volgde. Bij Fabiola was het blijkbaar een schriftelijke cursus en op dat moment zal er dan wel van een verloving sprake geweest zijn. We weten niet echt wie het was. Het was wel een tellig uit een adellijk geslacht. Maar het huwelijk is dus niet doorgegaan. En daar zijn verschillende versies over, zoals altijd. Eén is dat hij zou geweten hebben dat ze niet of moeilijk kinderen kon krijgen. En dat ze daarom niet getrouwd zijn. Ook prinses Lilian was op de hoogte van het medische probleem. Waarop Lilian dan toch begint te zeggen, ja, dat is dan toch geen goede vrouw. En waarop Sunus antwoordt, God zal er wel voor zorgen. Juni 1961, 6 maanden na hun huwelijk, brengen Boudewijn en Fabiola in Rome een bezoek aan paus Johannes de 23e. Ze hebben een privé-audiëntie en ze komen met goed nieuws. Dus na het huwelijk hebben ze een bezoek gebracht aan Johannes de 23e. En daarbij hebben ze een zeer persoonlijke ontmoeting gehad. Koningin was op dat ogenblik in verwachting. Zij zijn neergeknield om de paus de zegen te vragen voor zichzelf, maar ook voor het kind dat zou geboren worden. En daar stelde zij duidelijk aan de paus: Heilige Vader, wij verwachten geen kind, wij verwachten een heilige.
De paus spreekt zijn mond voorbij en het nieuws lekt uit. Het is waar dat de koning en de koningin de paus een hoop hebben medegedeeld. Dat wellicht een geboorte kan worden voorzien. Ijdele hoop. Fabiola krijgt een miskraam, helaas niet voor het laatst. Dat is denk ik voor die twee heel zwaar geweest, ook omdat het meteen in het publiek komt. Hè? Wij zijn ten zeerste verheugd dat onze koningin de grootste hoop kan koesteren, de grootste hoop voor een vrouw, moeder te worden. Maar keer op keer gaat het fout. 5 keer in verwachting, 5 keer hoop, 5 keer miskraam. En dan definitief het oordeel van er komen geen kinderen. Onder meer ook omdat Fabiola al wat ouder is natuurlijk. Koning Boudewijn heeft daar zwaar onder geleden dat hij geen kinderen had. Die mensen hebben gewoon heel die tijd hebben die een soort spanning geleefd. Hè? Een soort, ik zal niet zeggen angst, maar bekommernis. Hoop die iedere keer werd verloren. Hè? Het feit dat ze kinderloos gebleven zijn is het drama van hun leven. Zij soms tegen de mensen, hoeveel kinderen heeft u? Oh, u bent een gelukkig man, u heeft kinderen. Niet waar? Hij leed eronder dat hij geen kinderen had. Dat is evident. Hij moet ook het gevoel gehad hebben, denk ik, van mislukt te zijn een stuk. En Fabiola moet zeker dat gevoel gehad hebben van ik heb niet gedaan waar ik eigenlijk voor bedoeld was, om het lelijk te zeggen. Ja, want dat is haar eerste taak, dat is de lijn verder zetten. En voor een roi, vous imaginez, c'est la seule personne au monde pour qui c'est important d'avoir un enfant. Tous les autres, ça n'a pas d'importance. Mais pour le roi, oui. Op een gegeven moment overweegt het koninklijke koppel zelfs een kind te adopteren. Voor Fabiola en voor Boudewijn, dat was de enige mogelijkheid. Om toch een kind te hebben. Ja, een koning kan een kind adopteren uit de koninklijke familie om een opvolger te hebben. Dat kan hij wel, maar dat is niet gebruikelijk. Dat wordt niet gedaan. Dat wordt niet gedaan. Dat doet men niet. Maar adoptie was wel een reëel dilemma voor Boudewijn. En Boudewijn stelde altijd dezelfde vraag. Heeft u kinderen? Ja, meneer. Zijn het knapen of meisjes? Hè? En ik zei dus, wij hebben een dochter. En ik was zo gelukkig dat ik gewoon zei, we hebben net een dochter geadopteerd. En bij de maaltijd achteraf werd ik naar de koninklijke tafel gebracht waar hij mij vroeg hoe dat zoiets ging. En ik dat dus zei, waarschijnlijk veel te enthousiast en veel te... En hij zei, ja, wij hebben daar ook aan gedacht, maar voor ons is dat moeilijk. En ik heb daar domweg op geantwoord. Dat hangt af van uw prioriteiten. Wat natuurlijk heel dom was van mij, ik geef dat meteen toe, maar ik vond dat geen antwoord. Boudewijn en Fabiola proberen hun gemis om te buigen in een grote collectieve liefde voor alle kinderen van het koninkrijk. Stilaan zijn wij gaan begrijpen dat door zelf geen kinderen te hebben, er meer plaats vrij is in ons hart om alle, werkelijk alle kinderen lief te hebben. Tout le monde savait que le roi et la reine aimaient bien s'entourer d'enfants et quand ils faisaient une pièce de théâtre ou la projection d'un film à Laeken, ils aimaient bien que tous les enfants viennent. Donc il y avait une sorte de masochisme puisqu'ils ne savaient pas en avoir, mais ils voulaient toujours être entourés de ces enfants. Un kind doet mij denken aan een jonge boom die maar kan groeien als hij warmte kreeg, een licht, een goede geduldige zorg. In die jaren gaat ook hun geloof zich verdiepen. Mensen die geen kinderen hebben, hebben gemakkelijker gekozen richtingen om hun aandacht aan te geven. En ik denk dat inderdaad de koning en de koningin op dat moment, wat ze hadden aan mogelijkheden en aan tijd ook, hebben die geïnvesteerd. En als je dan met een Veronica O'Brien in contact bent, die zal u niet te vlug loslaten. De driehoek Boudewijn-Sunes O'Brien is er nog altijd. Sunes is kardinaal geworden, O'Brien is een schaduw gebleven. Ze genieten het blinde vertrouwen van Boudewijn. Het beeld van de driehoek tussen koning Boudewijn, kardinaal Sunes en Veronica is mijns inziens een juist beeld. Als ze met z'n drieën waren, dan denk ik dat
Veronica O'Brien een soort moederfiguur wordt. Een troostende, wat zeker vleiende vrouw. Zij had inderdaad ook een enorme invloed op hem. En hij geloofde haar en achtte haar heel, heel zeker. Boudewijn dacht dat alle heil van de Heilige Geest via O'Brien tot hem zou komen. Hè. Zij heeft voortdurend op hem ingesproken, heeft heel veel gesprekken met hem gehad en hij keek dus naar haar op. O'Brien is sinds ze de koning kent gestopt met de wereld rond te reizen voor het Maria Legioen. Ze bouwt vanuit Brussel aan een internationaal netwerk. Ik denk dat zij haar apostolaat in het kwadraat of in het kubiek heeft geplaatst. Door dat soort netwerk. Daar ben ik van overtuigd. En had dus nood aan een gezagsstructuur. En die gezagsstructuur was voor een deel de leer van de kerk. Er waren zeker figuren als O'Brien en Sunes. Die hij vertrouwde en waar hij kon voortgaan. En waarvan hij wist, in tegenstelling tot politici en zo, waar hij een zekere misprijzen voor had. Dat waren betrouwbare figuren. Want die deelden zijn geloof en zijn overtuigingen. En die zagen ook dat uiteindelijk wat hier gebeurde, maar waar het tijdelijke was. En dat het eeuwige veel belangrijker was, enzovoort, enzovoort. Ook in Rome reist de ster van Sunes. De Belgische kardinaal is tussen 1962 en 1965 een van de vier moderatoren op het Tweede Vaticaans Concilie, dat de kerk wil moderniseren. En daar verdedigde hij dus, onder meer, we moeten af van die devotie rond Maria, we moeten meer naar de intellectuele kant van het geloof, meer naar die leer van de Heilige Geest. Maar hij verdedigt ook dat de top van de kerk dat die minder macht mag hebben. Voor het concilie was de kerk een hiërarchie en waren paus en bisschoppen de enige mensen die uitspraak mikken over alle mogelijke problemen die de kerk aanbelangen. Ik denk dat we na het concilie de gevolgen moeten trekken van wat er daar principieel is vastgelegd. Dat wordt hem in Rome uiteraard niet in dank afgenomen en hij valt in ongenade in 1969. Er komt een verzoening in 1971 waar hij duidelijk een knieval doet en hij krijgt in ruil in 1971 al van Paulus VI de opdracht ga eens kijken naar die charismatici. Want die zitten op dat moment nog enkel in de Verenigde Staten. Sunes gaat daar naar kijken, wordt daar enorm door gecharmeerd, want dat is wat hij altijd gezegd heeft. God heeft ons allemaal talenten gegeven, God heeft een plan met de wereld en we kunnen dat uitvoeren dankzij die talenten. Een enthousiaste kardinaal Sunes spoort Boudewijn en Fabiola aan deel te gaan uitmaken van de charismatische vernieuwing. Zij hebben met hem deze charismatische beweging leren kennen omdat ze geïnteresseerd waren, koning en koningin, door nieuwe bewegingen in de kerk. Dus het waren geen traditionalisten die het moet zo altijd blijven, nee. Het koninklijke koppel heeft wel oren naar de boodschap van de Heilige Geest die op de gelovigen inwerkt. Dat de Heilige Geest ons leven kan vernieuwen. Daarom hebben ze het ook de vernieuwingsbeweging genoemd. De Heilige Geest aanroepen we elke dag opnieuw. We zijn trouw aan de geest die we ontvangen hebben in ons vormsel. En die roepen wij aan. Elke leek, elke mens, jij, ik, wij hebben gaven gekregen. Dat heet charisma's. Dat zijn kleine talenten als mensen helpen. Grote talenten als leiding geven. Of hele grote talenten. Dan hebben we het over visioenen en spreken in tongen. Maar dat komt zelden voor. De charismatische vernieuwing bereikt ook België. Sunes en O'Brien zijn de drijvende krachten achter een nieuwe, extraverte geloofsbeleving. Voor zover ik er iets van af weet, zijn dat nieuwe methodes om samen te bidden met liturgie of ik weet niet wat, maar met een zekere intensiteit. Dat is meer enthousiasme, men zingt samen, men klapt in de handen. Sommigen zitten gewoon te bidden. Anderen beginnen dan mee te zingen met dat podium. Zwaaien met hun armen, beginnen te dansen, beginnen rond te dansen ook. Sommigen staan dan recht en beginnen onverstaanbaar te brabbelen. En ja, het leek een beetje een sacralisering van manisch-depressieve mensen voor mij. Een onverstaanbaar brabbelen? Je kunt als je dat niet zo zijn, alleen de toner, maar die gaan dat niet doen. Heb jij dat verstaan? Je ziet dat er duizenden mensen dat ernstig nemen. Hè?
En dan die fameuze mirakelgenezingen. Hè? En handen opleggen en altijd Jezus, Jezus, Jezus. 25, 30, 35, 40, 50 keer. En ik zeg, jongens, alsjeblieft, 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 daarop heen. Ook binnen de kerk is de weerstand groot tegen de charismatische vernieuwing die sectaire trekjes lijkt te vertonen. Dat men samen bidt, vind ik buitengewoon. En echt belangrijk. Wat ik slecht vind, is het zonderlinge, het buitenissige. Het zogenaamd miraculeuze. Dat er voortdurend maar aan gehecht wordt. Opgeplakt wordt, zou ik zeggen. Het verschilt van een secte in die zin dat er geen echt opperhoofd is. Als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met Opus Dei, daar heb je duidelijke opperhoofden en die weten alles. Hier niet, hè? In 1975 is het toch zover. Rome erkent de charismatische vernieuwing met een misviering in de Sint-Pietersbasiliek in Rome. Boudewijn en Fabiola zijn aanwezig. Boudewijn noemt het in zijn dagboek, citaat, een topmoment van mijn leven. Je vous ai concédé que je pensais que la reine Fabiola hésitait moins que le roi Baudouin à mettre ses convictions religieuses en avant. Le roi Baudouin était plus prudent et conscient des limites qui existaient dans sa qualité de chef de l'État de ne pas marquer de façon trop ostentatoire son appartenance à une religion. C'est son droit, mais c'est privé. De koning en de koningin beleven hun geloof zo mogelijk nog intenser dan ze daarvoor al deden. Het heeft hen geen kwaad gedaan, in tegendeel. Het heeft hen bezield met een zekere animo, een intensiteit die ook belangrijk was voor hetgeen ze deden. Via Veronica O'Brien komt Boudewijn in contact met het gezin van multimiljonair Peter Grace, een topindustrieel uit de Verenigde Staten. Peter Grace en Margie Grace, een echtpaar uit New York. Peter, een enorm zakenman. Margie, een moeder van 9 kinderen. O'Brien overtuigt Peter Grace om grote bedragen voor liefdadigheid aan de werken van Sunes en haarzelf te besteden. En vanuit dat fonds konden dan weer een boel dingen georganiseerd worden. Door Veronica O'Brien en kardinaal Sunes. Zij bouwden een groot netwerk, maar ook dat ziet men niet bij het begin. Dat kruis is rezen. Sunes, Grace en Boudewijn, het rijk van O'Brien, is gebouwd op de pijlers van de geestelijke, financiële en wereldlijke macht. Als men die drie dingen bij elkaar kan brengen, is men een sterk mens. In de jaren 70 belegt O'Brien een geheime vergadering in Ophem nabij Meissen. Ja, ik ben daar toen inderdaad op een vergadering gevraagd. Daar waren Margie Grace en Veronica O'Brien en koning Boudewijn. Boudewijn is er incognito. Er waren geen gendarmen voor en achter, nee. Ook geen zwaailichten, dat was een Volkswagentje. Waar hij eigenlijk een beetje bang mee rondreed, omdat hij bang was om tegengehouden te worden. Omdat hij bang was om gezien te worden. Ze overleggen over een groots project, Centro Uno, een nieuw centrum voor de charismatische vernieuwing, Focolare en Marriage Encounter, alle drie nieuwe geloofsbewegingen. Het oorspronkelijke plan was heel eenvoudig, een terrein te vinden in België, liefst op een zo internationaal mogelijke plaats, en er zijn er niet al te veel in België. Dus op het drielandenpunt, zoals men dat noemt. En daar een centrum te bouwen om de nieuwe evangelisatie waar zoveel over gepraat wordt tegenwoordig, inderdaad te beginnen te verwezenlijken. Het doel is het talende geloof in het Westen op eigentijdse wijze weer doen opleven. Dat zijn allemaal dezelfde bewegingen, bij wijze van spreken. Hè? Mensen die bij elkaar zitten om te bidden en die vast geloven dat ja, het heil van de wereld van hen afhangt. Herbout haakt af, het plan gaat niet door, maar de geestelijke overtuiging van Boudewijn wordt er niet minder om. Hij is verdiept, verinnerlijkt en is naar het diepere mysterie gegaan. Het was een man met een echte roeping en hij beschouwde zich als iemand die ten dienste stond van zijn volk. Ik heb de indruk dat bij koning Boudewijn de evolutie verschoven is van een zeer trouwe kerkganger tot een diepe gelovige.
Albert, de broer van Boudewijn, is minder bijbelvast. De koningin en ikzelf hebben teruggedacht aan heel gelukkige tijden, maar ook aan de crisis die ons koppel heeft doorstaan nu 30 jaar geleden. Enkele jaren na hun huwelijk gingen Albert en Paula hun eigen leven leiden met aparte relaties. De facto zijn ze gescheiden. Voor Boudewijn een onoverkomelijk probleem. Voor zover ik weet, nam Boudewijn het vooral Paula kwalijk, die hele zaak. Wat perfect is volgens de moraal uit zijn jeugd. Hè? Het is toch altijd de schuld van de vrouw. Hè? De vrouw maakt het huis of breekt het tot gruis. Dus als de man thuis niet aan zijn trekken komt, dan zoekt hij het wel op een ander. De periode dat Boudewijn vaststelt dat zijn broer feitelijk gescheiden leeft van Paula. Hij kan niet indenken dat iemand die gescheiden is of gescheiden leeft, dat die hem zou opvolgen. Bovendien, bij zijn jongere broers zijn er makkelijk 3 kinderen gekomen. En wat ziet hij daar? Dat is dat Albert ondertussen wel een verhouding heeft met iemand anders, waar nog eens een kind uitkomt. Boudewijn en Fabiola die gaan het opnemen voor de kinderen die een beetje achtergelaten worden of die door hun ouders toch niet echt worden bemoederd of bevaderd of wat dan ook. Fabiola en Boudewijn hebben duidelijk Philippe voor een groot stuk opgevoed. Hè? In die zin dat hij weet dat zelfs als Albert na hem nog koning zou worden, dat Philippe op lange termijn koning wordt. En hij wil aan Philippe besparen wat hij zelf als jonge vorst in 1950-51 heeft beleefd, namelijk de totale hulpeloosheid. En dus dat spookbeeld van die ellendige jaren van de Roi Triste wil hij besparen aan Philippe. Boudewijn stelt Albert en Paula voor een ultimatum. Of ze bleven bij elkaar, hielden de schijn op en nog beter maakten het goed. En dan bleef Albert eerst in lijn. Of wij nemen de kinderen over en jullie verliezen titels en voordelen. En ik denk dat ze dan toch wel allebei gekozen hebben voor de titel, de voordelen. Dan voor de liefde, laten we zeggen. Samen zijn wij erin geslaagd die moeilijkheden te boven te komen en hebben wij sedert lang een diepe liefde en eendracht kunnen herwinnen. Abortus! Abortus! Aan het eind van de jaren 80 komt het wetsvoorstel voor abortus van Lucien Herman Michielses en Roger Lallemand in een stroomversnelling. Voor de zielsgelovige Boudewijn een kwelling. Hij kan zich niet neerleggen bij de legalisering van abortus. Wat we weten, onder meer uit de memoires van Martens, is dat Fabiola al 2 jaar voordien tegen Martens had gezegd, hij tekent niet. Je moet er niet aan denken, die tekent dat niet. En dan zou gewezen hebben op, want ze stonden op Melsbroek, op gras dat tussen het beton groeide en zei, zoals het gras tussen het beton groeit, zo zal hij tegen alles in weigeren die abortus te tekenen. Ik geloof niet dat zij een grote invloed uitgeoefend heeft op politiek vlak. Maar dat ze een invloed uitgeoefend heeft op religieus vlak, ja, dat ligt voor de hand. Ze was met hem getrouwd. En zij was uitermate katholiek. Fanatiek katholiek. De Senaat keurt het wetsvoorstel goed. Boudewijn, die lang naar kinderen heeft verlangd, is ontzet. Ik maakte een reis met de koning naar Zwitserland. Het abortuswetsvoorstel was reeds gestemd door de Senaat en ging dus normaal naar de Kamer voor de stemming. En Boudewijn vroeg aan mij, gaat dat voorstel in de Kamer worden gestemd? Ik zeg, ja, sire, er is een meerderheid. Dat zal worden gestemd. O, zei de koning. Dat is voor mij een zwaar probleem. Als dat gebeurt, ik kan zo'n voorstel door de Kamer gestemd niet ondertekenen. Boudewijn wordt verteerd door twijfel. Als staatshoofd moet hij wetten ondertekenen. Als gelovige kan hij de wet op de zwangerschapsonderbreking onmogelijk goedkeuren. Op een bepaald moment is men mij komen vragen of ik geen uur in de kapel van het Koninklijk Paleis in Brussel wilde komen bidden, omdat daar een 8-daagse kettingretretten bezig was
opdat het ontwerp op de abortus niet zou gestemd worden. Ik heb daar een uur doorgebracht en dan werd ik afgelost door iemand anders. In welke mate de christendemocratische collega's zich realiseerden welke gedaanteverwisselingen er bezig waren in Laken, laat het mij zomaar zeggen, onder invloed van die charismatische beweging, dat weet ik niet. Een boom planten is meer dan een symbool. Boudewijn schakelt zijn vaste adviseurs Sunus en O'Brien in. Dat de schaduw van Sunus daarover ging, kan ik mij perfect voorstellen. Uiteindelijk zal Sunus niet veel meer hebben gezegd dan het is uw geweten. Jij staat alleen met uw geweten. Bij Sunus was het altijd een heel belangrijk element, de gewetenskwestie. Volgens Sunus heeft Veronica O'Brien altijd gezegd, u moet doen wat uw geweten u ingeeft. De Heilige Geest zal uw hand sturen. Geleid door de Heilige Geest neem je dan wel de goede beslissing. En dat zien we dus bij Boudewijn steeds meer. Hè? Dus ik denk dat zij zijn geweten in een bepaalde richting heeft geduwd, waarbij die Boudewijn dacht, dat is mijn persoonlijke geweten. Dus de invloed van O'Brien is niet onderschatten, denk ik. Ja, hij was volledig onder haar invloed, hè? Dat is duidelijk. Maar eigenlijk hadden die beiden moeten zeggen, dat moet aan ons niet vragen, wij zijn daar niet voor bevoegd. Vraag dat aan uw ministers, dat hadden ze moeten zeggen. Hè? De koning bewerkt premier Martens, een christendemocraat en een compagnon de route van vele jaren. In de relatie tussen een koning en een eerste minister kan de koning natuurlijk veel zeggen en hij kan op veel aandringen, maar het is uiteindelijk de eerste minister die moet beslissen. En als men zegt dat de koning invloed heeft, dan wil dat misschien ook zeggen dat de eerste minister te weinig karakter heeft. Ook Albert heeft geweigerd eerst om de wet op euthanasie te ondertekenen. Daar heeft Jean-Luc Dehaene tegen gezegd, van uw broer, dat was een heilige, nemen ze dat. Maar van u niet, hè. Martens probeert met een ultiem voorstel Boudewijn van gedachten te laten veranderen. Hij zal van Wilfried Martens toelating krijgen om in zijn kersttoespraak voorafgaand aan de goedkeuring in het parlement zijn idee te zeggen over het ongeboren leven. Dat het kind vanwege zijn lichamelijke en geestelijke onvolwassenheid speciale bescherming en zorg nodig heeft. Waaronder de juiste wettelijke bescherming, zowel voor als na de geboorte. Dit is een belangrijke verklaring waar men niet zomaar kan aan voorbij gaan. De koning krijgt dus als individu, als katholiek, krijgt hij de gelegenheid om te zeggen, wij zijn wij. Zal hij niet enkel de pluralis majestatis, maar misschien ook wel Fabiola erbij bedoeld hebben. Wij zijn tegen abortus. Maar het is hoop dan totaal ten onrechte dat Boudewijn als staatshoofd uiteindelijk ja zal zeggen op een wet die door een meerderheid in het parlement is goedgekeurd. Eind maart 1990 stemt ook de Kamer in met het wetsvoorstel Lalmau-Michielses. Ik heb nooit verwacht dat de dag na of twee dagen na het aannemen van de abortuswet in de Kamer ik een brief krijg, gedateerd 30 maart 1990, waarin de koning zegt dat hij de wet niet zal ondertekenen. En dan heeft zich een periode ontwikkeld van een kleine week die ongelooflijk intens was en vol zorgen was. En Jean-Luc zegt, ja, je moet dringend bijeenkomen vanavond. Dus je zit heel, heel erg gaande. En Jean-Luc had zo'n nogal kordate stijl. Hij wil niet tekenen. Wanneer Martens ons dat dus aan de vicepremiers heeft meegedeeld, hebben we allemaal een schok gehad. Wij zijn allemaal verrast geweest tot en met toen Wilfried Martens die brief van de koning aan ons heeft voorgelezen om te zeggen, ik teken dat niet. Vanuit zijn persoonlijke overtuiging, zou ik zeggen, kon hij dat bijna fysisch niet over zijn hart krijgen, van te zeggen, ik teken dat. En waarbij hij die beroemde zin geschreven heeft van, ben ik dan de enige Belg die zijn overtuiging niet mag kenbaar maken? Zijn bouge repa, zeer ontspannen. En ik heb de overtuiging dat hij zijn kracht daar putte uit zijn geloof. Zeer duidelijk. Zeer duidelijk. Ik heb gelijk en niks of niemand zal me daarvan afbrengen. Dat was natuurlijk dom, vond ik, want de koning tekent niet als privépersoon, maar als staatshoofd.
Ongeveer iedereen wordt ingeschakeld om de koning op andere ideeën te brengen. Ik weet wel dat de kardinaal ingezet geweest is om hem te overtuigen. Kardinaal Daniels die kwam ook aandragen met het president van Leopold II. Dus Sire ondertekent die wet, maar stuur een brief die ook publiek wordt gemaakt waarin u zegt dat u grote bezwaren hebt tegen die wet. Geen bewegen aan. Hij zei tegen mij, zelfs als de paus mij dat hier komt zeggen, ik teken niet. Ja, vanaf dat moment wist ik dat ik... Dat mijn rol uitgespeeld was en heb ik ook niet meer aangedrongen. On disait à ce moment-là qu'il était plus, à ce moment-là, plus catholique que belge. Als je een rechtstreekse lijn hebt met God, daar kan zelfs de paus niet tussenkomen. Nee? Boudewijn heeft alles veil voor het recht op leven, ook ongeboren leven. Het recht op leven, dat is nog meer dan een kerkelijk recht, dat is goddelijk recht. Hè? Dat is voor hem zo fundamenteel dat een troon van een land daar niks tegen is. Hè? Dus hadden wij gezegd, je moet de wet ondertekenen, dat zou we gezegd hebben. Conclusie voor mij is dat ik aftreed. Voor de Verenigde Kamers leest premier Martens de brief van de koning voor, waarin hij zijn gewetensbezwaren toelicht. Dit wetsontwerp stelt voor mij een ernstig gewetensprobleem. Ik vrees namelijk dat het ontwerp door een groot deel van de bevolking beschouwd wordt als een toelating tot vruchtafdrijving tijdens de 12 eerste weken na de bevruchting. Ik ben tevens erg bezorgd omtrent het artikel dat bepaalt dat ook abortus mag gepleegd worden na die 12 weken als het kind dat zou geboren worden, ik citeer, zal lijden aan een uiterst zware kwaal die het als ongeneeslijk wordt erkend op het ogenblik van de diagnose. Einde citaat. Heeft men erover nagedacht hoe die boodschap zou overkomen bij de gehandicapten en hun families? Kortom, ik vrees dat het ontwerp een gevoelige vermindering inhoudt van de eerbied voor het leven van de zwaksten. U zult dan ook begrijpen waarom ik bij die wet niet betrokken wens te worden. Het standpunt van de koning is nu duidelijk voor iedereen. De dagen daarvoor heeft de regering kortzichtig naar een oplossing gezocht. Ik was in paniek. Ik bedoel, in paniek, nee. Er was enige paniek. Ik was onder hoogspanning gans de tijd. Het was duidelijk dat men dreigde naar een vorm van regimecrisis te gaan indien men niet snel een oplossing vond voor dit probleem. En dan hebben we onder elkaar zitten discussiëren en al soort oplossingen gedacht tot het voorstel op tafel gekomen is van gebruik te maken van het artikel over onbekwaamheid en waar de koning dan dat spel heeft meegespeeld. Dames en heren, een goedemiddag. Woensdag 4 april 1990 zal in de Belgische vaderlandse geschiedenis worden ingeschreven als de dag dat de koning niet regeerde. Dus die mini-koningskwestie heeft men kunnen blussen met de interpretatie van de grondwet dat de koning in de morele onmogelijkheid was om te regeren. Terwijl die grondwet uitdrukkelijk bedoelt de fysieke onmogelijkheid, een geval van krankzinnigheid. Men heeft dat allemaal geslikt. Hè. Men heeft de koning, moet dat zeggen, on hold gezet. Hè. We hebben willen vermijden een crisis rond de monarchie, maar we hebben zelf de verantwoordelijkheid genomen om de wet te ondertekenen. Omdat de koning in de onmogelijkheid verkeerde dat te doen. Dus we hebben niet toegegeven. Absoluut niet. De publieke opinie heeft begrip voor de houding van de koning. Voor de ministers die eerst tegen de wet stemden en daarna de wet ondertekenen, is het begrip veel minder. De kabinetchef van Martens, grondwetspecialist André Ale, heeft een uitweg gevonden. Officieel verkeert Boudewijn gedurende anderhalve dag in de onmogelijkheid te regeren. Hij kan dus niet tekenen. En in zijn plaats tekenen de ministers. Ik was niet voor de wet. Ik heb tegengestemd in de Kamer als volksvertegenwoordiger, maar ik heb de wet ondertekend. De eerste handtekening is mijn handtekening. Degenen die in de minst gemakkelijke positie waren, waren de CVP-ministers die tegen het voorstel gestemd hadden, maar die functioneel van oordeel waren dat ze democratisch geen enkele andere alternatief hadden dan te tekenen in plaats van de koning als die niet wilde. En wij als ministers, 15 ministers, wij werden de staatshoofd gedurende 48 uur en wij hebben dus dat wetsvoorstel ondertekend in de ministerraad.
Ik heb maandenlang scheldbrieven gekregen. Toen bestonden nog geen mails. Van mensen die mij zeggen, wat een hypocriet ben jij. Je stemt tegen in de Kamer en in de ministerraad onderteken je dat voorstel. We hebben dat voor de prijs betaald en de publieke opinie ziet. Het onderscheid van verantwoordelijkheden niet altijd in. En het is praktisch onmogelijk dit uit te leggen. De koning had zijn overtuiging. En hij is daar trouw aan gebleven. Wat op zich heel respectabel is. En wij hadden onze verantwoordelijkheid. Wij moesten de monarchie redden. We konden het land niet storten in de chaos. En dus wij hebben onze verantwoordelijkheid opgenomen. Bijna 2 dagen lang is er geen koning in het Koninkrijk België. En dan is Boudewijn terug binnengekomen. Niet de meest sierlijke manier om een grondwet te interpreteren. Ik denk in tegendeel dat hij Martens heel dankbaar was dat hij een uitweg gevonden had. De koning komt als morele winnaar uit de strijd. Zijn invloed is groter dan ooit. Is er ooit een politicus geweest die in de contacten met de koning gehinderd werd door de geloofsovertuiging van de koning? Niemand. Niemand. De koning heeft bij de regeringsvorming een belangrijke rol, maar onder Boudewijn waren er toch ook regelmatig interventies bij de aanstelling van de ministers. Bepaalde ministers konden voor hem niet door de beugel, omdat ze in zijn ogen niet de juiste ideeën belichaamden. Onder meer voor Willy Kallewaert, die een standpunt had ingenomen voor abortus, was het voor hem niet wenselijk dat die man minister van Justitie zou worden. Het is juist dat koning Boudewijn een paar keer aan de formateur gezegd heeft, kijk, die meneer, die heb ik liever niet in de regering. Boudewijn schroomt niet zijn geloof te belijden, ook niet als hij in het gezelschap van politici verkeert. Integendeel, hij verzoekt hen zijn voorbeeld te volgen. De koning zegt me tijdens de audiëntie, het is vandaag de dag van het gebed en ik stel voor dat we samen het Onze Vader bidden. En ik heb dus samen met hem tijdens de audiëntie, zonder andere plichtplegingen, het Onze Vader gebeden. En daar bleef het bij. Als ik nu heel gelovig ben en jij bent heel gelovig en wij bidden samen, op zich is daar niks mis aan. Wat je wel hebt daar heb je dus een persoon in functie, minister, en een persoon in functie, de koning, waarbij de minister eigenlijk verantwoordelijk is voor de koning. En dan zit je toch in een vreselijke schemerzone. Ik denk, zonder het te zeggen, dat de koning moeilijk kon begrijpen dat iemand die voor hem zat en met hem sprak en die toch het land genegen is en al zijn best doet, ik ben bij die mensen, dat hij niet gelovig was. Dat was bijna een tegenstrijdigheid in het zijn. Zo groot was zijn overtuiging. Ook in het buitenland blijft de koning zichzelf. Ik ben met hem eens op bezoek geweest in Hongarije. En we kwamen bij de kardinaal. En de koning Boudewijn vroeg aan de kardinaal, hoe gaat het hier met de katholieke kerk? Toen zei de kardinaal, heel slecht, sire. Waarom zegt Boudewijn, dat gaat niet, hè, monseigneur. Zo gaat dat niet, hè. Weet u wat we moeten doen? Nee, zegt de kardinaal. Meer bidden, monseigneur. Boudewijn stond recht uit zijn stoel, sloeg een groot kruis en begon te bidden. En wij zijn ook opgestaan en hebben samen met Boudewijn gebeden. En die kardinaal die stond erbij, een beetje met rode kaak. Dat was Boudewijn. Koning Boudewijn is in het buitenland, ik weet niet meer waar, met koningin Fabiola. En de ambassadeur zegt tegen de leden van de staf van de ambassade, de koning wenst dat iedereen morgen vroeg de mis bijwoont. Dat is belachelijk, hè. Onnozel. Boudewijn en Fabiola vieren elke dag de Eucharistie. Ze ging inderdaad elke dag naar de mis. En voor hem dat was een belangrijk element van hun leven. Ze bidden ook onder elkaar gedurende de dag. Meer dan 30 jaar lang blijft het intense contact tussen Boudewijn, Sunes en O'Brien bestaan. Ze vormen een magische driehoek met de punt naar boven gericht, naar de Heilige Geest.
Ik heb regelmatig Eucharistie mogen vieren in het huis waar Veronica O'Brien woonde. En daar kwam ook nu en dan Boudewijn. En Veronica wilde altijd dat er dan gezongen werd. Nu, met 3 of 4 of 5 mensen zingen is soms vreselijk. Hè? Het kan prachtig zijn, maar het is ook vreselijk op andere momenten. Hij deed mee, al was het soms ook alleen maar neuriën. Hè? Ik ben er zeker van dat dat niet zijn aard was en dat dat ook niet was waar hij zin in had. Maar ik denk dat het de dankbaarheid was die hem daartoe dwong. Hij schrijft ook ergens... Ik dank u, God, dat u mij Fabiola als mijn vrouw hebt gegeven en Veronica als mijn engelbewaarders. Zij is de bewaakster van zijn geweten. Hè? Dat is ze. De koning is naar Motril gegaan en heeft gezegd: ik heb mijn geneesmiddelen nu niet nodig.